De dag van uw opname begeeft u zich naar de opnamedienst. De opnamedienst bevindt zich naast de onthaalbarie. U meldt zich aan via de inschrijfkiosk. De inschrijfkiosken vindt u in de wachtzaal van de opnamedienst in de hal van het ziekenhuis. Voer uw elektronische identiteitskaart of SIS-kaart in. Het systeem verwerkt uw informatie. Mogelijk wordt u gevraagd uw gegevens te controleren door een aantal eenvoudige vragen te beantwoorden. U drukt op het antwoord van uw keuze. Vervolgens krijgt u een ticket met een volgnummer waarop u wordt verwezen naar de wachtruimte. Op regelmatige tijdstippen is er een vrijwilliger aanwezig in de wachtzaal. Zij helpt u graag bij het gebruik van de inschrijfkiosk. Uw volgnummer en het loket waar u zich moet aanmelden verschijnen op het scherm in de wachtzaal wanneer u aan de beurt bent. Uiteraard kan u met vragen ook terecht bij de medewerkers van het onthaal in de opnamedienst. Bij uw inschrijving in het ziekenhuis zal u een opnameverklaring voorgelegd worden. Op dit document vragen we u aan te duiden welke kamer u wenst. U heeft de keuze tussen een gemeenschappelijke kamer, een eenpersoonskamer, een privékamer op de kraamafdeling, waar ook uw partner kan verblijven, of een kamer met overnachtingsmogelijkheid op de kinderafdeling, de zogenaamde rooming-in. In de mate van het mogelijke houden we rekening met uw keuze. U kan echter niet reserveren. Hou er rekening mee dat u voor een eenpersoonskamer meer betaalt dan voor een gemeenschappelijke kamer. U betaalt een kamersupplement en de behandelende geneesheren kunnen tot 100% supplement aanrekenen. De opnamedienst geeft u hier graag meer informatie over. Wanneer uw opname administratief in orde is gebracht, verwijst of begeleidt een onthaalmedewerker u graag naar de juiste afdeling.